Ja, een probleem waar die al enige tijd weer speelt. We zijn heel snel natuurlijk omgeslagen in deze markt van een kopersmarkt naar een verkopersmarkt. Het aanbod is in een hoog tempo afgenomen en de kopers die zijn er veel, maar hebben op dit moment eigenlijk geen keuze meer van wat ze kunnen kopen. Dus dat is een probleem wat we zien daardoor dat het stagneert. De prijzen exploderen enorm. Een probleem waar we niet zomaar vandaag kunnen oplossen. Ik denk dat we dat wel zouden kunnen oplossen in de toekomst door met elkaar de bouw te gaan verhogen. Dus we moeten meer capaciteit gaan realiseren. De bouwproductie moet omhoog. Dus meer realisatie, zodat er meer keuze is om voor de koper of de huurder, want dat is hetzelfde probleem, zo langzamerhand aan het worden, dat die keuze heeft van meerdere woningen of woningtypen. En zo zich uiteindelijk ook de markt zich weer wat in een stabiele vaarwater zich gaat begeven.